De cultuursector is blij met de 300 miljoen euro die het kabinet voor hem uitreikt. Dat bedrag is onderdeel van het garantiefonds waar culturele organisaties, zoals festivalorganisatoren, op kunnen terugvallen. Wel is er verontwaardiging over de ingangsdatum van dat fonds, 1 juni, terwijl de Nederlandse festivalzomer in april al van start gaat. Jan Roet, voorzitter van de taskforce van de cultuursector, zegt blij te zijn met het extra geld, maar is niet blij met de ingangsdatum. Veel festivals, zoals Pinkpop en Paaspop, vallen buiten die regeling en hebben hierdoor niets om op terug te vallen. Daar willen we het kabinet op wijzen. Volgens hem is het bedrag van 300 miljoen ook niet voldoende. Eerder vroeg de taskforce om minstens 500 miljoen. We verwachten dat er meer gaat komen, want hiermee redden we het simpelweg niet. We zijn blij met de erkenning van het probleem, maar er moet meer komen. Tekst gaat verder onder advertentie ook een woordvoerder van Mojo, de organisator van onder andere Lowlands en Down the Rabbit Hole, is blij met het nieuws. Hij noemt het een grote opluchting. De exacte details moeten we afwachten, maar we kunnen nu eindelijk van start met de echte organisatie van de festivals, vertelt hij. Er liggen al veel plannen voor beide festivals, maar nu kunnen er ook daadwerkelijk kosten worden gemaakt. Voor ons is er nu voldoende zekerheid om te gaan werken. Zodra er op de noodknop wordt gedrukt, wordt een deel van de kosten vergoed. Dat is heel prettig. Buzzelets blok ADS.